Hey, daar ben ik weer met een nieuw Pilates filmpje die jullie weer thuis met me mee kunnen doen. Dus pak je matje, je handdoekje en get ready. Zet je voeten onder je heupen. Schouders zijn laag. Draai om en om naar achter. It's a long night in a big crowd under these lights looking round for you. Ellebogen mee. Stepping outside under moonlight to get my head right, looking out for you. Arm along. Could it be your eyes? Didn't know that I've been waiting, waiting for you. When you're by my side, everything's alright. Crazy, I'm crazy for you. Here I go. Schouders naar voren. Ellebogen mee. Boven de knieën draaien. Pak je balans. Trek je van in. In. Trek voor. Draai om. En je zit van weg. En je kan. In. En voor. En draai. Draai op één keer. Maak je lam. Smelt naar beneden. Trek je benen. En omhoog. Trek je benen. En dan. Maak je lam. En omhoog. En omhoog. En omhoog. En omhoog. En lam. En buig je benen door. Gewicht is in het midden. Schouders laag, span je buik aan. Doe je voet op. En pak je balans. Eén voet op. Andere voet onderwijs. Kom rustig terug. En dan eerst. Isn't it?
Dan rustig zakken. Nog een keer. Arm onder langs. Omhoog. Laat de longen zijn. Something's on my mind. Always in my space. But I know someday I'll make it. I'll know feel even if it takes all night. 100 years. Okay, laatste keer. En nu duw weg. Uit één been. Dus zo duw. En dan. En kom naar je matje. En focus op je ademhaling. Sluit je ogen. Hou rustig adem. Je schouders zijn ontspannen. Je borst is ontspannen. Plaats je ademhaling naar je ribben. Ga je ribben naar buiten duwen. En laat ze rustig naar binnen komen. Houd tussendoor je navel ingetrokken. Zodat je je buik aangespannen kan houden. Je rug is aangespannen. Zorg dat je goed rechtop zit. Focus zodat je deze ademhaling dadelijk kan terugpakken tijdens je oefening. Zodat je je buik aangespannen kan houden en dat dan aanhoudt via je ribben. En dan is het niet. Zet je voeten plat neer. Je rug is recht en je armen zijn gestrekt naar voren. Je schouders zijn laag. Kijk wat je gaat doen. Je gaat naar achter buigen. Je rug maakt je rond. Je armen komen parallel aan je benen. En vanuit deze positie ga je overdraaien. En draai je hem weer terug. Andere kant draai je open. En terug. En dan weer even omhoog. En ga je weer naar beneden. Draai hem open. En terug. En deze oefening 4 keer. Eigen tempo. Blijf goed doorademen. Terug naar de rechterrug. Kijk de navel in.
Nog twee keer. Draai goed open vanuit je schouders. Tot de zijde bij het vierde handwerk. Als je ervan gaat trillen, dan doe je er goed bij. En kom terug. Ontspan. Leun achterover. Strek je armen naar voren. Ter hoogte van je knieën. Rustig terug. Dan de voeten. En weer rustig terug. Opnieuw op. Pak je aantal voeten bij. Pak je balans. Houd hem vast. Blijf ademhalen. Dan rustig terug. En nog een keertje. En top. Trek je benen weer terug naar het midden. Je heupen draaien mee. En opzij. En daar moet je. Opzij. En dan moet je. Opzij. Hou je voeten op dezelfde hoogte. Blijf op de grond. Het gaat er niet om hoe ver je opzij gaat. Het gaat erom dat je hem terugbrengt. Je buikspieren aanspant. Op het moment dat het lastig is, terwijl je je benen gestrekt hebt, heb je ook de keuze om je benen ietsjes te buigen. En vanuit hier dezelfde beweging te maken. Gestrekt. Je andere arm mag je voor je neerleggen. Je hoofd laat je rusten op je arm. Je schouders liggen onder elkaar. Schouders ontspannen. Heupen liggen recht onder elkaar. En je kan een klein beetje, tenminste, je kan met je hand onder je taille door. Je tilt je taille van de grond zo. Je ruggengraat in deze richting recht. Je voeten en je knieën zijn recht op elkaar. Navel ingetrokken, trek je knie op en rustig terug. Op en rustig terug. En probeer goed erop te letten dat je je heup stil houdt. Draai niet mee naar achter, hou stil. Blaas uit wanneer je knie opkomt. Thank you.
En je navel ingetrokken, je rug is recht. Nog twee keer. En bij de tweede keer ga je op. Draai je knieën naar elkaar toe en dan de tenen omhoog. En nog steeds hou je dit gedeelte helemaal stil. En beweeg alleen je been. En als het goed is, ga je dat nu voelen. In je rug. En nog twee. En nog één keer. En ontspannen. Ik ben ontspannen neer. Je hand voor je neer, knieën leg je weer op elkaar, je benen gaan je strekken. Dus je benen gaan schuin naar voren. Je rug ligt recht, je benen gaan schuin naar voren. Hand voor je neer, leg je voet, breng je naar heuphoogte. Je draait 10 rondjes naar voren. En 10 rondjes naar achteren. Voeten zijn op dezelfde hoogte. Goed doorademen. Ja, je ribben, zodat je je buik aangespannen kan houden. En als je ze alle 10 gehad hebt, ontspannen. En dan gaan we het aan. En bij de andere kant. Dan gaan we onze knieën ingetrokken. Kan je voor je van de grond. Handen naar voren, je zet de kop op je heup. Dan komt het wel de knie naar achter blijft. Je hebt het op de schouder naast en ontspannen blijft. Andere hand lang op ingetrokken. En omhoog. En en dan ga je indraaien. Doe hem op. Draaien, teen draaien. En uit. Draaien. En uit. Draaien, draaien. Twee paar stuur. Het is 5 in de grond. De collega. Dan zijn dat deze kant iets zwaarder is of misschien lichter. Dat is één kant gemakkelijker. We gaan naar 10 rondjes naar voren, 10 rondjes naar achter. 10 rondjes naar elkaar, benen strekje naar voren. Voeten liggen op dezelfde hoogte. Heupen liggen recht boven elkaar. Je hebt precies dat bordje van je heup. Kom op de heuphoogte. En dood. Deze ademhaling.
nooit aangekomen. Voor het laatste stuk nog een beetje op je buik. Handen leg je op elkaar en leg je voorhoofd op je handen. Schouders zijn laag, je benen laat je ontspannen op de grond liggen. Je adem diep in en je uitlaat door je bovenlichaam van de grond. En laat hem rustig zakken. Adem diep in en blaas uit. En rustig terug. Probeer goed je benen te laten liggen. Spanning zit in je onderrug. Let goed op je ademhaling. Letten, trek je navel in. Nog twee keer. Okay. Dan ontspannen. Mag je je armen gestrekt omhoog leggen. Je gezicht is nog steeds naar je matje gericht. Kun je niet getrokken. Je deelt je rechterarm en je linkerbeen tegelijk van de grond. Kruis links is de spanning. En dan weer terug. Wissel van kant, adem in, blaas uit, til hem op. Til vanuit je bovenbenen, vanuit je heupen je benen op. De billen span je aan. Dan nog één keertje. En pakken. Maak je rug even rond om je rug te ontspannen. En dan naar de laatste oefening weer. Armen zijn weer gestrekt, gezicht is naar je matje gericht. Je tilt je armen en je benen til je tegelijk van de grond. Armen in blaas uit. Je doet meer de achterkant van je lichaam als werk. Je billen gaan meer meewerken. Bovenkant van je rug mee te werken. Duw je duimen omhoog naar het plafond. Duw je hem op. Breng je armen naar achter. Schouderbladen draaien en dan ga je naar hem rustig zakken. En breng je armen weer omhoog. Til hem op. Duimen gaan naar het plafond. Je hou je naar het plafond. Schouderbladen draaien en dan ga je. Laatste keer. En ontspannen. Ontspan je rug. Breng je billen naar je hakken, maak je rug rond. Ontspanning en stress op de buitenkant van je knie. Draai je ogen.
I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jump in it harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. Dat was hem, dank jullie wel. Goed gedaan en tot de volgende keer.